Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog met twee hele leuke merken, namelijk Comcat Fashion en Naked Fashion. En ik ga jullie alle items laten zien, dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat met bijvoorbeeld je favoriete item. En laten we dan maar snel beginnen. Bij Naked is de Black Friday korting. Dus dan krijg je echt 30% korting. En ik heb ook een pakketje ontvangen van Comcat Fashion. Als je bij Comcat Fashion... Ja, het is gewoon een Nederlands bedrijf. En je bestelt bijvoorbeeld voor 10:30. En het is de volgende dag al in huis. En ik heb daar wat items van mogen ontvangen. Dat zijn er maar 3. Dus ik zal daar eventjes mee beginnen. Ik heb geprobeerd om gewoon een hele outfit te shoppen. Want ik dacht dat is wel gewoon heel erg leuk. Dus als eerste heb ik een body warmer. Ik vind de trends van de body warmers echt heel erg leuk. En ik vind het ook gewoon mooi staan op een foto. Leuk over een leuke trui. Dus ik heb gewoon een zwarte basic body warmer mogen ontvangen. En hij is wat langer, dus dat vind ik ook mooi. Ik heb deze in een maatje SM. En ja, dit is dus de body warmer waar ik het over heb. Heel erg leuk. Dit is de body warmer die ik heb gekozen. Ik zou hem persoonlijk open dragen. Dat je hem zo over een trui kan doen, dat vind ik wel heel erg leuk. Hij is lekker lang. Dus hij valt over je billen heen. En ja, dat is de body warmer. En ik dacht, hoe leuk is het om daar een leuke trui onder te doen. Dus, ik heb een leuke trui gekozen. De trui die ik heb gekozen is een beetje... Het is niet helemaal wit, een beetje... Off-white met een zwarte streep. En ik vond die wel heel erg leuk. Gewoon een super leuke trui om natuurlijk boven een zwarte broek te dragen. En gewoon ideaal voor het winterweer. Ik heb deze in een maatje. Dit is een one size. Ik zou dit eerder een S of een M. Dus ik zou, ja, ik vind hem er niet heel groot uitzien. Maar dat is dus deze hele leuke trui. En ik dacht, hoe leuk kan je dit combineren met die body warmer door die er overheen te doen. Dit is de trui echt heel erg leuk. Hij is dus een beetje oversized, dus dat is wel fijn. Ook heel erg leuk om een panty eronder te doen met een kort broekje. Dus die heb ik ook uitgekozen. Nou, daaronder heb ik een leren broekje gekozen. Het is eigenlijk best wel gewoon een basic leren broekje. Ik heb hem in een maatje M als het goed is. Ik zie nergens de maat staan. Dus is het een maatje M, hoop ik. Anders ga ik hem denk ik niet passen. En ik dacht, hoe leuk is dat om dit met z'n allen te combineren. Dus dat is het outfitje van Comcat Fashion die ik heb gekregen. Dit is het broekje. Hij zit echt best wel strak voor een M. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En zeker als je bijvoorbeeld die trui eroverheen doet, dan heb je echt een complete outfit. En we gaan nu verder naar de items van Naked. Voor Naked heb ik een kortingscode van 30%. Dus dat is echt heel veel, omdat er gewoon heel veel sales met Black Friday. En dat is ook de grootste sale die ze hebben. Mocht echt een mega grote doos ontvangen. En ik ga beginnen met hele mooie laarzen. Alleen ik pas ze dus niet. Maar ik wil er toch mee beginnen omdat ik ze echt fantastisch vind. Het zijn namelijk deze lange zwarte leren laarzen. En ik vind ze echt prachtig. Ze hebben hier een rits. En de kwaliteit voelt echt heel goed aan. Alleen ik heb gewoon niet super dunne kuiten. En mijn kuiten passen hier gewoon net niet in. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Qua maat zit hij wel goed. Maar hij zit hier aan de bovenkant net iets te strak. Ik heb ze op mijn Vinted gezet. Dus als je ze wil kopen, neem daar een kijkje. Ja, gewoon hele leuke laarzen. Ik ga op zoek naar andere, want ik wil het wel heel graag hebben. Heel erg leuk, omdat er gewoon een panty op mijn blote benen. Voor in de herfst of in de winter. Maar helaas, deze zijn niet voor mij bestemd. Dus dat vind ik heel erg jammer. Gelukkig heb ik genoeg andere leuke items die ik aan jullie wil laten zien. Als eerste heb ik deze hele leuke trui. Ik zag dit dus op Instagram voorbij komen bij Kay. En ik vind haar stijl heel erg leuk. En zij heeft zo'n hele leuke beige broek. En die heb ik dus ook. En daar droeg ze dus deze trui op. Het is gewoon een witte trui met beige strepen. En hij heeft dus een beetje een colletje. En ik vond dit zo mooi staan. Ik heb hem in een maatje S en de, ja, het is gewoon een beetje een beige truitje. Echt heel erg leuk. En dan met die beige broek eronder, want die is namelijk dezelfde kleur als de strepen. Dus ik dacht, nou, dit is gewoon een top outfit. Super leuk. En ja, gewoon een hele leuke outfit. Dus deze wilde ik zeker hebben. Oké, dit is de kooltrui. Het is best wel een strak model, dus daar moet je rekening mee houden. Zelf vind ik het persoonlijk ook wat mooier als dit... iets minder is. Maar voor de rest sluit hij wel heel erg mooi aan. En ik vind de kleuren echt prachtig. Dus met een beige broek.
staat dit denk ik echt super. Dan zag ik ook een hele leuke muts. Ik heb heel veel verschillende mutsen, maar ik had eigenlijk nog geen witte muts. Dus hier ben ik heel blij mee. Het is eigenlijk gewoon meer een, noemen ze dit, een beanie. Hij is dus niet helemaal wit, maar dat vind ik eigenlijk wel mooi. En was je er een maat van? Nee, het is gewoon een one size. Het is natuurlijk ook heel erg stretch, dus dat moet goed komen. Ik dacht leuk voor een winter outfit en lekker voor naar school toe. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik echt een mega leuke trui. Deze heb ik ook al aangehad, want ik vind het echt een topper. En dat is namelijk deze gebreide trui. Hij is echt super dik en echt heel erg fijn. Je hebt deze ook in het donkerbruin. En ik heb hem dus in een maatje LXL gekozen. Zodat hij heel groot valt. En dan doe ik er een broekje onder. En dan lijkt het net of je een soort gebreid jurkje hebt. Hij is gewoon zwaar, omdat hij gewoon... Ja, het is gewoon echt een hele dikke trui. En ik heb hem in een hele mooie beige kleur. Oh, er zit een wimper op. Dus die vind ik heel erg leuk. Gewoon eigenlijk een heel basic item, maar ik had dit nog helemaal niet. En ik vind het gewoon gelijk als je dit aan hebt, heel erg herfst, winterachtig. En ik dacht dan met die leuke laarzen eronder, die helaas niet passen, maar dat komt wel goed. Dan mijn meest favoriete trui. Hij is lekker warm. Hij zit lekker. Hij is groot. Het is gewoon echt een top trui. Dus als ze deze hebben, ze volgens mij het groen, die ga ik zeker ook bestellen. Echt heel erg chill. Dan heb ik nog een bikini gekozen. Niet echt het weer ervoor, maar wel heel erg leuk. Volgens mij zag ik deze bikini bij Fleur en ik vond hem echt heel erg leuk. En ik vind gewoon de bikinis van Naked qua kwaliteit heel erg goed. Nou, als eerste vind ik de kleur echt prachtig. Hij heeft een beetje zo'n, noemen ze dit olijfgroen? Of welke kleur? Hoe noemen ze dit? Ja, olijfgroene kleur. En ik vond het topje echt prachtig. Je kan hem dus in je eigen cupmaat bestellen. En dan heeft hij van die mooie bandjes. En erbij wordt ook echt een prachtig broekje. Het broekje heb ik wel in een maatje M. Want ik was bang dat die anders echt veel te klein zou zijn. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En ik vind het gewoon, dit soort broekjes vind ik echt heel mooi. En ja, dat het gewoon zo is afgewerkt. Dus dat is deze bikini. Die ga ik zeker in de zomer heel veel dragen. Ik kan echt niet wachten. En ik vind het ook gewoon heel mooi dat er een soort... Het is een beetje shiny. Dus het is echt een beetje... Ja, ik denk gewoon dat het heel erg mooi gaat staan. Ik ga hier geen aanbeelden van plaatsen. Ik zal wel een fotootje in beeld natuurlijk zetten. Hoe het eruit ziet. Tijdens de aanbeelden kwam ik erachter dat ik nog iets vergeten was om te laten zien. Dus dat wil ik nog even laten zien. Dat is namelijk deze corset top, want ik vind deze echt zo mooi. Ja, dus die wilde ik gewoon even laten zien. Corset topjes zijn natuurlijk nu ook helemaal in. En ik vind deze echt prachtig. Ik heb hem in een maatje S en die zit precies goed. Heel erg leuk om een blazer overheen te doen. Dus dat wilde ik nog even zeggen en dan verder met de video. Dan heb ik nog een hele leuke trui. En ik heb deze trui ook al aangehad, want ik vond hem gewoon echt super leuk. En dat is een beetje deze zebra trui met wit en zwart. Ik vind de mouwen echt super gaaf, want hij heeft van die hele grote ballonmouwen. Ziet er heel leuk uit. Ik had hem boven een leren broek aan. Was gewoon echt een top outfit. Je kan hem natuurlijk ook onder dat korte broekje doen. Ik heb hem in een maatje M, want ik wilde dat hij wat meer oversized was. Het is eigenlijk niet echt een oversized model, dus ik ben heel blij dat ik hem in een M heb genomen. Maar dat is dus deze. Echt mega leuk. Dus hier ben ik echt onwijs blij mee. En dit is de trui. Ik vind hem echt super mooi. Ik vind die mouwen heel erg leuk. En hij sluit eigenlijk precies goed aan. Dus als je meer oversized wil, moet je eigenlijk nog een maat groter doen. Maar ja, heel erg leuk. Dat was ook het laatste item van Naked. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de items vinden. Als je de items leuk vindt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je even een duimpje omhoog doet. Of een leuke reactie achterlaat. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!